Welkom terug bij VirtuSim. Oké, ik heb een paar weken even geen video gepost. Ik was even druk met wat andere werkzaamheden. De sim helemaal opnieuw geïnstalleerd na de World Update. Gewoon eventjes helemaal blanco begonnen en dan één voor één alle sceneries en modificaties, vliegtuigen weer opnieuw geïnstalleerd. En tot mijn verbazing kwam ik terecht op een hele simpele modificatie om de kleuren in de lucht wat realistischer te maken. Nou, als ik nu zo naar buiten kijk, dit is de default kleuren van we maken zo'n flight simulator. We zitten hier in de Piper Archer en hoe beter om dit te demonstreren dan tijdens een vlucht over Rotterdam. Rotterdam Airport hier, zoals je kan zien links. En wij taxiën uit. En dan gaan we een rondje over Rotterdam vliegen. En wat ik met deze mod kan doen is ook door met een keybinding kan ik de kleur in de lucht in één keer weer veranderen naar een wat meer realistischer iets. Iets wat in de Sim Update 14 waarschijnlijk gaat komen, een begin. En wat nu ook al mogelijk is. Het is vrij gemakkelijk te doen. Ik zal dat zo meteen nog even uitleggen. We gaan eerst even een rondje vliegen. En dan laat ik alle links voor deze software, voor deze mod, zal ik laten, hoe zal ik het zeggen? Die zet ik in de beschrijving van de video. Goed. Alright. Oh, mijn beeld verspringt een beetje. Goed, ik zal wat rustig omheen kijken. Je ziet, het is een beetje de standaard kleuren van Microsoft Flight Simulator. Altijd heel warm. Het is 8 uur 's morgens, zonsopkomst. En ja, vrij warme kleuren in de lucht. Nou, zodra we dadelijk take-off gaan en we over Rotterdam heen vliegen en we wat beter uitzicht hebben natuurlijk op hoogte, dan zal ik hem eventjes switchen naar de gemodificeerde kleuren. En dat is echt bizar om te zien. Nou, we hebben niet heel de baan nodig, dus ik zal hier alvast de baan op gaan. En zoals gewoonlijk gebruik ik eventjes geen ATC. Ik heb geen ander vliegverkeer nu vliegen. Dat is zeker met het opnemen, dan gaan de frame rates aardig naar beneden. Oké, final. Ja, uit gewoonte kijk je toch of final vrij is, hè? We zetten de flaps op één standje. Nou, daar gaan we. Airspeed is live. En welkom to the Virtual Sky over Rotterdam. Flaps up, doe de neus. Een beetje zakken, zo. Nou, dus we gaan even op hoogte, zo'n 1000 voet. Vliegen we over Rotterdam heen en de havens. Welke natuurlijk schitterend zijn met de nieuwe update, hè. Ja, en ik woon hier vlakbij. Dus ja, voor mij is dit wel heel erg herkenbaar beeld. Alright, we gaan linksaf richting Marconiplein. En dan vliegen we een beetje op de skyline van Rotterdam af, Euromast, 11:30. Vliegtuig een beetje uittrimmen. Right. Nou, dan gaan we eens even zo schakelen, hè. Nou, dit is dus default kleuren van
Microsoft Flight Simulator. Ik heel eventjes hier onderdoor, want ik moet er 2 toetsen indrukken. En dan gaan we nu over naar de gemodificeerde kleuren. Kijk eens. Het is wat minder warm, wat groeniger. Iets koeler ook. De lucht is ook wat mooi blauwiger. Dit zijn toch wel wat meer realistische kleuren dan anders. Van buiten afgezien, even kijken. Zo vliegt hij hier. En dan ga ik weer even spieken. Even onderdoor. Ja, komt hij, hè? En dit zijn de Microsoft kleuren. En weer terug. En nog een keer. Kijk eens. Wat een verschil, hè? En weer terug. Dit is zoveel realistischer. Dit is niet wat het is. Veel te paars, veel te veel magenta. Dit is hoe het is. Zo rondkijken, ja, dat is toch zoveel beter. Terug in de cockpit. Dit ziet er toch zoveel mooier uit, hè? Laten we de tijd even zetten naar zonsondergang. Want ja, overdag. Dan zie je weinig verschil natuurlijk. Deze is even wat lager. Overdag is het allemaal redelijk hetzelfde. Dan zie je geen verschil. Ik kan hem even toggelen, dan weet ik het zeker. Even kijken. Nou, daar zie je geen verschil in. Als ik nu naar zonsondergang ga. En dan pak ik eventjes. Goed de. Nou, dit is dan de zonsondergang met de nieuwe kleuren. Nou, weer even spieken. Oh, op die hoor. 1, 2, deze. En dit is Asobo. Microsoft Flight Simulator standaard. Kijk eens hoe oranje, jongens. En dit is het nieuwe. Zo veel mooier. Zelfs met een andere cloud preset. Zal ik die erbij pakken. View clouds. Oh, view clouds. Zonsondergang. En dan gaan we terug naar de Asobo. Die. Zie je hoe paarsig de lucht is geworden? En weer terug naar normaal. En dan krijg je net eventjes die mooiere kleuren zoals ze eigenlijk. Ja, het is allemaal net even wat realistischer. Nou ja, dit is dus een modificatie. Die kan je heel simpel doen. Ja, komt er weer een update, dan zou ik de modificatie even weer eruit halen, de update draaien. Misschien dat je hem daarna er weer in kan zetten. Of het is niet meer nodig natuurlijk, hè, na de sim update 14. Goed. Goed, deze software is geschreven door iemand genaamd Drunk Winter. En die is te vinden op GitHub. De link staat onderin de beschrijving van de video. Nou, dan als je verder naar beneden scrolt,
Dan krijg je wat meer gegevens. Hier heb je in ieder geval de README-file. Daar staat van alles in. Dat ze dus replacing atmospheric coefficients, resulting in a more realistic sky rendering. Oftewel een meer realistische rendering van de kleuren in de lucht. Nou, en deze tool patches the atmospheric coefficients in memory without modifying any game files. Dus dat is wel heel fijn. Dus die zorgt ook niet dat het overschreven wordt mocht er een update zijn. Hoe doe je dat dan? Nou, getting started, download the latest release. Drag and drop de drie files die in deze zip-file staan. Deze drie. In de Microsoft installatie map folder. Nou, waar vind je die? Dat staat hier omschreven. Wat je moet doen is belangrijk dat je ownership van de Windows app folder. Hoe je dat doet, dat staat allemaal hier op het Flight Simulator forum. Dus als ik deze open, dan zou je dat zien. Dan staat het hier helemaal beschreven al in april 2021. En als je dan de full manual doet, wat vrij eenvoudig te doen is. Heel simpel te volgen, dan heb je die. En je hebt ook nog, even kijken, dat is de full manual. En je hebt ook nog de automatic. Maar ik zou gewoon voor de full manual gaan. Heb ik ook gedaan. Zeer eenvoudig te doen. En dan kan je het zo de ownership van de folder overnemen. En dan kan je dus die drie bestanden daarin plaatsen. Vervolgens heb je nog de ini-file. En de ini-file stelt je in staat om de rode, de groene en de blauwe coëfficiënt waardes te veranderen. Dat zou ik alleen maar doen als je weet wat je doet. Dit zijn de waardes die je ook nu hebt gezien in de video. Het enige wat je even moet doen is de toggle switch aanzetten. En toggle switch enablen, dat doe je alleen maar door false te veranderen in true. En dan heb je met insert en control kan je dus toggelen. Wil je een andere knop, dan zou je hier ergens true en false en true of wat dan ook moeten zetten. Ik heb hem gewoon deze true gemaakt en met control insert. Dan kan ik de default en de gemodificeerde waarden zien en de kleuren. Dat is alles wat je hoeft te doen. Dus het is het waard. Als je niet wil wachten tot SimUpdate 2014, kan je deze gebruiken. Het maakt het allemaal net even wat realistischer dan dat het nu is. Ik ben er blij mee. Ik ga hem gewoon gebruiken. En ik wacht wel af wat er in SimUpdate 14 gaat gebeuren. Belangrijk te weten is dat als je SimUpdate 14 gaat gebruiken, dat je even deze drie files uit de directory weer weghaalt. SimUpdate 14 installeert. En hopelijk zijn de kleuren dan weer beter. Goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!